Kees van Kloster van Smedes Fijnvoet. Is het weer een feestje om op de visbeurs te staan? Ja, het is absoluut een feest om weer op de visbeurs te staan. Dit is voor ons natuurlijk de beurs, zeg maar, om al onze klanten, alle visspecialisten te ontvangen, te ontmoeten, te praten over de handel, te praten over kansen. Maar ook de bedreigingen die we vandaag de dag tegenkomen. Dus een mooie ontmoetingsplek voor vandaag weer voor Smedes en zijn klanten. Jacob Vonhoff zei het in zijn voorwoord, er hangt wel een beetje een mist, een beetje een deken over zo'n dag toch positivisme overheerst wel op deze dag? Nou, absoluut. Ik denk dat wij als ondernemers, kijk, in alle vis speciaalzaken, wij doen zaken met ondernemers en ondernemers denken in oplossingen. En ik zeg niet dat we alles kunnen oplossen, want er komen echt wel zware tijden aan. En hopelijk krijgen we ook wel weer steun vanuit de overheid. We blijven optimistisch, want weet je, dat is ook ondernemen. We wel blijven denken kansen, maar ook nadenken over goede oplossingen in deze barre tijden. Dus het is altijd een samenspel om dat met elkaar als leverancier en als klant beter te pakken en op te lossen. Jullie hebben de slogan een goed eindresultaat begin met visbakolie van Smedes Fijnvoet. Dat vind ik wel een mooie slogan, ja. Dat is wel waar. Ja. Dus in principe, onze producten, we proberen altijd voor gemak te gaan, mensen te ontzorgen. En bij ons staat gemak wel centraal en kwaliteit, dat is eigenlijk een vanzelfsprekendheid. Ja. De Spakenburg bekend om zijn vis, ze hebben heel veel vishandelaren hier. Maar ik denk dat jullie dan wel breder zitten, niet alleen in Spakenburg. Nee, absoluut. Wij zijn wel een landelijke speler, dus wij leveren eigenlijk door het hele land heen. Dat doen we met een vierwekelijkse route met eigen vrachtwagens en wat externe vrachtwagens. Ja, het hele land voorzien wij. En dat is ook mooi, want dan spreek je zeg maar allerlei provincies. En bij iedere provincie heb je een andere doelgroep en dat maakt het ontzettend leuk. Ja. Aardeskundige kennis ook weer een beetje bijspijker, of niet? Ja, inderdaad, dat kun je wel stellen. Ja. Maar goed, dat maakt het ook wel weer leuk, toch? Ja, absoluut waar. Ja. Naast visbakolie, wat leveren jullie nog meer? Nou, wij zeggen altijd, ons bedrijf bestaat uit twee delen. Dus wij hebben een groothandel en daar leveren wij het hele rand en aanvullend assortiment, behalve de vis. En daarnaast hebben wij ook een productiebedrijf en daar produceren wij visbakmeel, bettermixen, coatings. En dat gaat eigenlijk niet alleen naar de ambachtsmarkt, maar ook naar de industrie, de horeca. Smedes is een heel mooi bedrijf die een heel breed pakket levert. Ja. Jullie ontwikkelen ook nog nieuwe producten? Wij ontwikkelen ook nieuwe producten, dus wij hebben het ook heel mooi hier op een stand staan. Welkom voor nieuwe inspiratie. Smedes zou Smedes niet zijn als we vandaag op een beurs niet iets nieuws zouden presenteren. Wij hebben twee nieuwe bettermixen. Dat is eigenlijk met de voordelen van visbakmeel, maar daar zijn smaken aan toegevoegd. De een is een bierbeslag en de ander is een Aziatisch beslag. Nou, daar kan een ondernemer zich weer mee onderscheiden door een Engelse vis en chips te maken, maar dan met een biersmaak. Maar garnaaltjes met een Aziatisch smaakje is ook mogelijk. Het is heel simpel, kant-en-klaar mix zoals het met visbakmeel ook is. Natuurlijke aroma's gebruikt. 1-op-1 aanmengen met water en gaan. Dus ja, die ondernemer die kan weer aan de slag om zich te onderscheiden en met die kansen bezig te zijn. Wanneer is de visbeurs geslaagd voor jou? Oh ja, weet je, dat is het nu al. Weet je, ik vind het is altijd een feest om iedereen hier te ontmoeten en we zijn heel dankbaar. Dat we zoveel klanten mogen beleveren. Weet je, dus voor ons is het al wel een stukje beloning als we hier staan en dat de mensen naar ons toe komen, de waardering uitspreken. En dat is voor ons eigenlijk al voldoende.